Lieve jongens en meisjes, het is weer een tijdje geleden dat ik iets van mezelf heb laten horen op dit kanaal. En daar zit een reden achter, die reden ga ik jullie zo meteen vertellen. Maar voordat jullie gaan denken dat deze hele video een saaie praatvideo wordt, ik ben op het moment bij een goede vriend van mij thuis, Rowan. Misschien kennen jullie hem wel van mijn Engelse kanaal. Als je mijn Engelse video's kijkt, ken je hem sowieso. Of misschien ken je hem wel omdat je hem zelf voor op Insta. In ieder geval, Rowan is echt een insane goede trampolinespringer. Dus we gaan zo meteen even super zieke content schieten. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik jullie eerst even uitleggen waarom ik al 3 weken niet heb geüpload. En ik ga er even lekker bij zitten, want ik heb heel even een paar minuutjes nodig. Als je mijn Engelse video's kijkt, dan denk ik dat je wel een vermoeden hebt wat de reden is waarom ik al een tijdje niet heb geüpload. Ongeveer 2 weken geleden, 3 weken geleden, 2,5 week geleden, was ik in Zweden. En ik was samen met Lars, mijn goede vriend Lars, was ik naar Zweden toe. Naar een vriend Melvin die in Zweden woont. En nogmaals, als je mijn Engelse video's kijkt, dan weet je het allemaal. Dan weet je vast ook dat ik toen op de 3e dag dat ik in Zweden was, mijn enkel heel erg hard heb omgeslagen. En daarmee het aanhechtingspunt van mijn enkelband tussen mijn enkelbot heb afgescheurd. En dat klinkt heel vervelend en het was ook heel vervelend, want mijn enkel zag er toen op dat moment zo uit. Nou, dat ziet er misschien ietsjes erger uit dan het is. In principe wat er was gebeurd is, ik ben samen met Lars daar naar een trampolinepark geweest. En daar hadden ze een airtrack en ik wou van een airtrack naar een airbag een trucje doen. Wat er gebeurde is, ik landde te ver achter op de airtrack. En de airtrack heeft dus op het einde een rand. Wat logisch is, want je moet vanaf die rand, van het einde van de airtrack, naar de airbag toe. En wat er gebeurde is, ik zette af op die rand in plaats van voor de rand. En als jij afzet om een randje met je enkel, dan kun je vast wel raden wat er gebeurt. Dan gaat je enkel die kant op. En dat is precies wat met mijn enkel gebeurde. Het staat gelukkig op film. Je ziet niet heel erg goed wat er met mijn enkel gebeurt. Maar je ziet wel door welke fail mijn enkel is dubbel geslagen. Kijk maar even hier. Nou, dat is dus in Zweden gebeurd. Het is inmiddels 2,5 week later. Ik voel me een heel stuk beter. Ik kan inmiddels weer lopen. Ik heb ongeveer 1,5 week niet kunnen lopen. Super veel pijn gehad. Ik ben ook na die fail de dag erna meteen in Zweden naar het ziekenhuis geweest. Om alles te laten checken. Ik ben toen echt 7 uur lang in het ziekenhuis geweest. En in principe is door die fail dus een heel stuk, eigenlijk de helft van mijn reis naar Zweden, een beetje verpest. Want ik kon toen niks meer doen. En ik had natuurlijk ook gewoon gepland om een video te maken in Zweden. Voor mijn Nederlandse kanaal ook natuurlijk. Maar dat heb ik uiteindelijk gewoon niet meer kunnen doen. Omdat ik gewoon door die fail een beetje in een dipje zat. Ik moest natuurlijk ook content maken voor mijn Engelse kanaal. Mijn Engelse kanaal is natuurlijk 10 keer zo groot als dit kanaal. Dus dat is net, ja, iets belangrijker voor mij. Het is natuurlijk ook gewoon mijn werk. En met zo'n blessure wordt dat werk voor mij best wel lastig. Omdat ik gewoon geen trucjes kan doen zelf op de trampoline. Wat gewoon 90% van mijn werk is. Dus op dat moment zat ik een beetje met een dipje. Het werd moeilijk met de Engelse video's maken. Omdat ik gewoon een andere soort content moet gaan maken. En daardoor werd het dus ook moeilijk om te blijven uploaden op mijn Nederlandse kanaal. Dus schrik niet. Ik ga natuurlijk gewoon weer verder met uploaden op mijn Nederlandse kanaal. Ik weet dat heel veel van jullie ook andere soort video's leuk vinden dan trampolines springen. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Ik ben ook gewoon met Rowan en we gaan nog steeds trampoline video's maken. Maar de komende weken zal ik dus ook andere soort video's maken, omdat ik gewoon niet veel kan met mijn enkel. Maar goed, ik ben terug en ik zal ook beloven dat ik vanaf nu weer elke zondag ga uploaden, zoals ik normaal altijd deed. Ik weet dat ik normaal altijd op zondag en op woensdag uploaden. De woensdag ga ik op het moment even laten vallen. Het spijt me daarvoor, maar ik wil niet gaan beloven dat ik 2 keer per week ga uploaden en dan het helft van de tijd niet halen, zeg maar. Ik wil niet een belofte doen die ik niet 100% zeker kan nakomen. En ik hoop dat jullie dat allemaal begrijpen. Ik moet natuurlijk ook 3 keer per week uploaden op mijn Engelse kanaal. Dus de 4e keer erbij voor mijn Nederlandse kanaal is op het moment al redelijk veel voor mij. Dus daar ga ik het ook bij houden. En ik wil mezelf niet pushen voor die 5e keer als ik niet zeker weet of ik het ga halen. En zeker niet nu met mijn enkel. Maar goed, zoals altijd dus. Elke zondag weer om 12 uur komt een nieuwe video op mijn Nederlandse kanaal. Met zieke content. Als je natuurlijk nieuw bent, zorg dat je abonneert. En zorg dat je dat belletje aan hebt staan. Zodat je de video's ziet als ze online komen. Er komt vette content aan. Nog meer goed nieuws. Vanaf 1 juli is Lars fulltime bij mij in principe aan het werk. Wat betekent dat hij dus bijna in elke video zal zitten. We gaan weer een paar extra reisjes maken. Er komen zieke leuke dingen aan. Ik ben er nu 3 weken niet geweest. Maar vanaf nu ben ik er weer elke week op dit kanaal. Ik denk dat ik genoeg heb gepraat. Ik denk dat alles duidelijk is. Ik hoop dat jullie alles begrijpen een beetje. En dan gaan we nu verder met zieke content hier op deze trampolines maken. En dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Ik heb deze knakpas bij me. Op zijn hoeveelbord. Kijk, hoe gaan nog. Yo, Roman, doe daar een backflip. Oh, damn. Ik wou echt net flipcheck gaan zeggen, maar hij doet het gewoon al uit zichzelf. Weet je, normaal zou ik er een double backflip vanaf doen, maar, ja, dat, snap ik. Maar dat kan nu niet, man. Sorry. Ja, man. Zal ik eens een cool trucje doen? Wil je even een cool trucje doen? Ja, joh. Voor de mensen die je nog niet kennen, ja, laat eens even zien wat je kan. Is goed. Wel op de trampoline, alsjeblieft. Ja, is goed. Ah. Ik ga op deze staan, ja? Kijk, mijn voet, het gaat echt een heel stuk beter trouwens, jongens. Ik kan heel langzaam weer beginnen met springen. Maar het heeft gewoon echt nog een paar weken tijd nodig voordat ik weer volledig kan springen. Ja. Met je nieuwe witte schoenen. Ja. Dat heb je gedaan bij je hak dan? Ja.
ik kwam er net tegenaan met mijn andere schoen. Oh, nice. Toen ging dat korstje eraf. Niet dezelfde kant als ik op gaan, hè? Nee. Dat wil je niet, geloof me. Eerste trick van de dag, ja? Eerste trick van de dag. Ja. Ga je me verrassen? Ja. Oké. Nou jongens, let op, hè. Ik ga echt gewoon versteld zijn van wat deze gast kan. Eerste trick van de dag. Ja, deze gast... deze gast spot echt niet. Hij doet gewoon als eerste trick van de dag even... Oh, kijk, daar is hij ook heel goed in. Even als eerste trick van de dag meteen een full. Ja, easy man. Easy. Ik zal je ook even laten zien wat ik kan, man. Nice. Kijk, je denkt misschien... Ah, yes, is geblesseerd, kan helemaal niks meer. Ja. Easy man. Easy full. Ja, hier. Ik zie hetzelfde. Ja, man. Ik zei niet dat ik tussendoor rust springen. Nee, heb je niet. Ik ga deze af doen. Ja. Nee, ik kan wel wat leuke dingen hoor. Zolang ik niet op mijn voeten land, is alles prima. Let op. Ja. Oh, daar gaat je horloge. Oeh. Ik hoorde het. Ja, ik moet het trouwens echt niet doen. Dat is gewoon gevaarlijk. Maar ik kan het gewoon echt niet laten om niet te springen. Kan je ik nog ben een al... Cody Fool, denk je? Een Cody Fool? Ja, denk het wel. Normaal komt hij wel aan mijn buik. Maar nou, misschien helpt dit. Safe. Ja. Wacht. Oh, hij is bijna nog op zijn voet. Easy Cody Fool, man. Raar, man. Ik weet gewoon dat ik scheef op mijn buik geland, dat het de eerste weer is na een lange tijd. Ja. En ik kalm nu, als ik land, hoor je echt... gewoon dat. Ja, ik ga het toch doen. Voor jullie. Omdat ik er 3 weken niet ben geweest. Ja. Jezus, man. Waarom doe ik het niet? Heb je net nieuwe witte schoenen, dan gaat het weer bloeden. Cody. Ja, Cody Fool. Ja. What the fuck, maat? Maat, hoezo doe je niet? Weet ik niet. Doe hem, man. Ik heb het gevoel dat ik het niet haal. Je bent toch geen Wouter meer? Ja, dat klopt. En nu moet ik hem echt gaan doen. Ja, maat, als je het niet doet, ben je echt Wouter. Je moet gewoon schaat hebben, grap. Je kan het heel makkelijk. Maat. Nu. Ik kan eens fatsoenlijk landen op mijn buik, man. Maat, je kan het makkelijk. Ja. Juist. Nee, man. Ik kan hem echt niet. Ik kan echt niet doordraaien. Misschien omdat mijn vaak als ik Cody Fool zeg maar te ver draaien, zo land ik op mijn knieën. Als ik nu op mijn knieën land, dan ben ik echt de zak. In deze outfit kan ik niet een goede trick. Zal ik even omkleden? Ja, dat is slim van. Ja. Net dat jij het gewoon moet overnemen, want het is nog echt een sketchje met mijn voeten. Ja, oké. Okay. Gaan we omkleden in de YouTube manier. Ja, welke wil je doen? Zeg je maar. Als ik een backflip doe. Kijk, ja, is goed. Gaan we dat proberen? Kijk, zo doen we dat. Zo doen we dat. Oké, okay, meteen even een second track erachteraan. Jij hebt nu fatsoenlijke kleren aan, dus nu moet het kunnen. Ik kan een triple back. Gaan we nu zien. Oh! What the fuck, gast? Ik zei echt, ik weet niet of je het hoorde. Hoorde je het? Nee, dat zei ik. Ik zei zo heel zachtjes in de microfoon, ik call triple back. Hij doet er gewoon nog een triple achteraan. Ja, dit is gewoon, je zou nu al genoeg moeten weten over hem. Ik wil ook dingen doen. Ja, snap ik. Leuk, hè? Kut gewoon. Ik voel me echt sad zo als ik dit zie. Ik weet misschien nog wel wat ik kan doen. Misschien kan ik wel dubbels doen zelfs. Zonder op mijn voeten te landen. Hoe dan? Weet je waar ik het over heb? Nee, ik weet het niet. Vertwist. Nee. Dan land ik op mijn voeten. Een vertwist is letterlijk gewoon een 360 in de lucht. Nee, dat ook niet. Dat kon ik eerst wel, maar dat kan ik niet meer, denk ik. Wat dan? Oh, dubbel bal uit. Ja. Ja, easy. Maar die heb ik wel ook al. Nu doen. Nu. Jawel, easy. Die heb ik wel ook al lang niet meer gedaan, hoor. Die wil ik ook goed naar mijn rug kunnen landen. Dan kan ik er misschien wel een paar in de... Ja, achter elkaar. Oké, ik ga even proberen of ik een dubbel bal uit goed naar mijn rug kan krijgen. Ja, dat ik er nog één achteraan kan. Ja. Gaan ze ook even wat basketbal trekken? Ja, sowieso. Zorg eens dat het trouwens goed uit naar deze trampoline, Robin. Oké, okay, nice. Ah, dat was er al voor. Ja. Je moet iets langzamer draaien. Je kan ook gewoon dubbel ballen naar dat je met één voet dan door kan zetten. Ja, maar daar ben ik niet zo goed in. Nee? Dan draai ik niet zo snel. Als je dat eenmaal oefent, dat is echt heel makkelijk, man. Ja. Dus wat ik deed, zeg maar, is recht op mijn rug met de voeten de lucht in. Maar je kunt dus ook één voet neerleggen. En daar kun je dan ook weer rotatie uit halen. Dan noemen ze een Benny, toch? Ja. Dus dit is een ball-out. En dat is een Benny. Wow. Dat is sketchy, man. Deze man. Bijna naar je zaakje. Sorry, ja, ik moest even goed zitten. Ja, dat zal ik wel na al die flips. Ja, maat. Die draait zo vaak rond. Ja. Ik heb daar geen last van, man. Want ja, mijn is... Ja. Oh. Oh. Dat had je bijna kunnen doen. De truc hierbij is zeg maar na die dubbel om te openen,
te spotten en weer perfect op je rug te komen zodat je weer door kan. Maar ja, je hebt nu al een tijdje weer niet geflipt, dus dan is het alweer even anders. Precies. Oh, dat excuses, zei jij. Hey, wij geen Wouter in ieder geval. Oh, oké. Okay. Nou, je hebt nog steeds geen Cody Fu gedaan, dus je moet hem deze video doen, anders noem ik je echt Wouter 2.0. Misschien. Als jij hem nou eens een paar keer bounced in de single balen, zal ik hoger gaan. Ja. Dan heb ik daarna meer hoogte. Weet je dat? En dan kan ik hem sowieso keer 2. Ja, dan kan je, maar je kan hem sowieso wel NDB. Wil je dat even zo, even om in te komen. Oké. Okay. Als ik je een seintje geef, dan hoef je niet meer te bouncen. Nee. Yo. Ja, doen. 3. Okay. Ik ben nu al zo duizelig, hè. Nu Cody Fool. Dan doe jij nu eens even gewoon even quint back of zo. Ja, nee, dat weet ik waarom niet. Waarom niet, Wouter? Het is een beetje moeilijk op deze trampoline. Oké, okay, even genoeg voor mij. Ik denk dat ik even rustig aan moet doen met mijn voetje. Rowan, ik heb wel een request voor jou. Hoe moeilijk is het voor jou om een triple naar je buik te landen? Zo moeilijk. Ja. Ik ga je nu laten zien. Oké, wacht. Dat gaat echt helemaal nergens over. Hey, het is gewoon zo goed wat hij is dat hij na 3 draaien nog steeds op zijn buik kan landen. Ik weet dat de helft van jullie niet eens kan tellen hoeveel flips hij doet. En hij weet gewoon precies wat hij is. Oké, okay, we hebben nu allemaal backflips gezien. Kun je ook frontflips? Triple frontflip. Laat maar zien hoe easy. Oeh, ook nog bijna geland ook. Ja, denk je dat je kunt landen? Van. Ja? Denk wel. Dan gaan we hem even landen. Misschien kan ik wel quad front doen. Zo. Deze is natuurlijk wel moeilijker. Quad, oké. Okay. Kijk, Ron, je denkt natuurlijk dat je goed bent, maar we hebben hier die boys achterin, die zijn veel beter. Laat nog eens zien. Ja, dat kan hij niet namelijk. Dat wil ik wel even zien. Ik kan wel makkelijk een dubbel. Kun je dubbel? Hij moet dubbel doen vandaag. Hier, frontflip. Ja, jij moet eerst op front landen. Uit. En zo meteen een vriend van Rowan, hoe heet je ook weer? Jelle. Peter. AliExpress van Jesse, hè? Grapje man, grapje. 1, 2, 3. Oh, close. Triple front zeg maar, met frontflips kun je je landing niet spotten, want je komt zo uit, dus je kijkt eigenlijk naar voren. Met backflips kom je zo uit, je kijkt recht omlaag waar je moet landen. Snap je? Dus backflips zijn veel makkelijker dan frontflips, dat is echt een feit. Heel veel mensen denken legit, durven ook geen backflip, kunnen wel een frontflip, maar kunnen geen backflip, omdat ze denken dat een backflip veel moeilijker is. Maar dat is veel makkelijker, dat is alleen iets enger om te leren zeg maar. Backflip is zeg maar een beweging. Als je je benen gewoon laat schieten, dan doe je eigenlijk al een backflip, want kijk, zo is het ook een backflip. Oké, okay, Rowan, je krijgt nog 1 poging. Als je hem deze landt, krijg je een shout-out van mij. Oké. 1, 2, 3. Ja, natuurlijk, bro, natuurlijk. Het gaat voor een shout-out dat hij landt natuurlijk weer. Wat is je naam? Jesse Heffels. Op Insta. Rowan Mijn. Volg mij ook meteen eventjes, dankjewel. De camera staat 1 seconde uit en deze man zegt me weer iets. Wil je dat 1 keer herhalen? Quad frontflip. Ja, hij wil een quad frontflip doen. Maar dan land ik er wel mijn rug niet meer. Nee, quad frontflip landen is, dat hebben niet veel mensen gedaan op zo'n trampoline, hè? Nee. Nee. Je gaat hem nu gewoon doen. Ja. Je gaat gewoon even zo easy. Kijk, is leuk, maar dat kunnen zij ook. Bereik dat je door 6. Hij heeft een sekstupel. Seks. Sekstupel kaboom gedaan. Dat zijn 6 flips gewoon in 1 keer. What the fuck? Ja, dat is niet normaal. Dat is echt, het slaat echt nergens op, man. Doe eens normaal, man. Dat was hem, lul. Ja, hij zegt bijna. Hij zegt bijna. Bijna clean. Bijna clean. Hij was te clean. Ik landde Ja, hij is clean. Ja. Hij is clean. Ja, ik snap wel dat als je geen flips doet, dat dit er zeg maar uitziet als niet gehaald. Maar zoiets is gewoon bijna niet te landen. Hij kan ook gewoon zeg maar, hij doet het gewoon perfect naar zijn rug, omdat het gewoon, anders is het niet mogelijk. Kijk, ik kan wel eerder loslaten, maar dan is het dit. Maar dan vooruit. Oké, we hebben nu even echt zieke dingen gezien van Rowan. Maar nu is het tijd voor echt werk. Ik ga wel even Willem is op de trampoline nu. Jelle, ik bedoel Jelle, is allemaal hetzelfde. Oh ja, Peter ja. Oh. Strijder. Ik moet zeg maar harder gooien. Ja. Als jij hem doet, doe ik hem ook. Echt? Maar jij kan hem al. Ja, maar ik heb een gebroken enkel. Ja, oh ja, klopt. Een dubbel frontflip line van Jelle en Jesse. Maar ik weet soms ook niet waar ik ben. Ja, weet je, maar als je gewoon blijft vasthouden, dan gebeurt er niks. Heb je dat alles gedaan? Nee. Echt niet? Ik durf je eens blijven. Als je nu doet weggestrijd. Heeft hij nog nooit gedaan? Gewoon? Nee. Jij is een backflip. Maar ik dacht dat kan die gewoon. Dus zal ik eerst gaan? Ja, is goed. Nee, ik kan ook gewoon een webster eigenlijk dubbel. Ja, ik ga even kijken. Oh, ja. Nee, maar het probleem is dat ik normale webster op mijn linkerbeen doe. Ja, makkelijk. Ja, ik denk dat ik het liever op mijn knie doe. Ja, dat kan wel gewoon. Easy. Oké. Okay. Auw. Dan voelde ik wel mijn enkel. Nu is Jelle's turn. Skitter committen. Hey, zie. Aan de box heen. Ik zou er 1 set doen en dan even echt die frontflip zo hard gooien als je kan. Maar wel met matje. Ja. En dan vroeg loslaten en dan weet je dat je tijd hebt om nog eentje. Ja, die haal je wel als je vasthoudt. Makkelijk, op mijn rug wel. Zo, geloof me, je moet gewoon vasthouden. Ja? Ik weet het toch. Ja, hij is de coach hier. Ja, coach. Ik ben de coach. Coach. Ja. Juist. Doe, vasthouden. Ah. Waarom laat je nou los? Je doet, ja toch, ik ga ervoor en dan... Nee! Dat was echt een volledige juut! Als je nu vasthoudt, er gebeurt er niks, ik beloof het je. Ja. Vasthouden. Ja! Yeah.
Ik denk dat ik stop met deze video. Besef, hij heeft een jaar lang dit proberen te doen, maar nu doet hij hem gewoon in één keer. Zeker, ja, man. Strijd. En dacht heel even dat je dood ging, man. Ja. Omdat je los liet, zeg maar. Ja. Maar je draaide gelukkig nog door. Ik liep ook met mijn hand op mijn hoofd. Ja, je had nog genoeg snelheid over, zeg maar. Ja. Maar als je hem vast had gehouden, had je makkelijk op je billen geland. Ja. Holy shit, hey jongens, zullen we even verder gaan met basketbal of zo? Want, ja, met die groene trap. Misschien koekjes pakken, zodat we dit wel nog overleven vandaag. Ja. Even serieus, we hebben daar een basket ding, saus. Ja, we kunnen misschien een trickshot battle doen, een kleine. Oh, ja. Deze knakworst denkt even dat hij vanaf 20 meter meteen raak kan gooien. Als je deze hit, dan drink ik een rauw ei. Oh, maat. Ik dacht even dat hij raak ging. Oh, scheef. Jammer. Ik wil nog één keer gooien, drie maal scheef. Nog één keer, nog één keer. Scheef. Jammer. Vanaf hier ongeveer, bij die lantaarnpaal. Dus niet al te ver, maar ook niet te dichtbij. Maar je moet op het hoeverbord staan. Jullie doen ook mee, jongens. Ja, Willem en Peter gaan ook joinen. Degene die als laatste gooit, of ja. Degene die als laatste raakt. Met z'n allen. Degene die hem niet raakt, dus als je hem raakt ben je vrij. Ik wil een rauwe ei drinken. Wat? Degene die hem als laatste raakt. Dat heb je niet afgesproken. Ja, doe gewoon. Degene die... Ja. Degene die hem als laatste raakt, ja? Ah, dat was. Gaan we gewoon door en dan tellen we naar hoeveel pogingen. Ja. Best wel spannend. Die was best wel goed. Of zo. En dan de laatste, ja, dat is wel leuk. Dan krijgt iedereen pressure om hem binnen die 5 keer te doen. Woee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 e
Okay. Drie keer. Drie. Heel spannend. Drie. Hoe gooi jij, maat? Wat de man? Nog close ook. Fuck hem, man. Maar jij denkt het is waterpolo. Deze man gooit met slingerworp. Hij denkt het bombardementje. Kun je dit ook gewoon? Nee, hij kan te zacht. Hij is er echt te zacht voor. Zo. Hij gaat er niet in, hè? Te zacht. Pak hem even, hè? Pak jij even gewoon, man. Fijntje. In de bosjes. Die gaan we niet duwen, hè? Nee, man. Nee. Ik doe dat niet, man. Ik doe dat niet, man. Hij denkt het is water. Ja, ik ben sowieso vrij. Wil jij het doen? Jij bent nog, hè? Oh joh. Als jij nu 5 haalt en hij had 6, dan ben je ook gewoon. Hoezo ga je dit? Maar ik ben heel stupid. Oeh, bijna. Ja, misschien heb je even een pauze nodig. Misschien moet Rowan even tussendoor. Ja, hij heeft 18 gegooid, toch? Nee, 7 keer pas. Hij heeft 7 keer gegooid nu. Oh, bijna in één keer. Gaan we voor altijd mee fokken, hè? Vaak, wie gooit de basketbal naar zo? Hij heeft wel een dubbel front gedaan, man. Hij heeft wel een dubbel front gedaan, ja. Oh, ja, krijgt de winnaar ook iets trouwens? Een eitje. Ik krijg een gekookt eitje. Man. Ik ga gewoon winnen. Of hij moet me 2 keer raken, dan weet ik niet. Deze moet je raken, anders dan kan hij nog winnen. Ik moet anders op zijn techniek proberen. Jongens, jullie zitten allemaal op 7, man. En daarna komt hij in 1 keer. Nee, dan krijg je een gekookt eitje. We gaan nu onze beurt proberen. Oké, ja. Als ik hem haal. Nee. De... Oh! Jongens, ik snap het niet, toch? Dan ben je zo goed op de trampoline en dan kun je voor de rest helemaal niks. Zonder raak je wel. Oeh! Basketballen, maar het is echt niet meer daar. Nee, Ron, je kan helemaal niks. Ja, zo doe je het. Slecht. Oh. Hey, Ron, ik weet niet hoor, maar een 10 minuten lange video is genoeg hoor. Het hoeft geen een half uur te zijn. Zal ik een einde aan maken? Ja, maak er eens een einde aan. Man. Ik heb iets beters. Jullie drinken allebei een rauwe ei. Kijk hier, misschien als ik achterstevoren gooi dat hij erin gaat. Oh. Okay. Ik stop maar gewoon, god verbied. Ja, wat vinden we ervan? Ik moet een rauw ei eten. Telt die dan? Nee, die telt niet. Je moet vanaf hier, dat is de challenge. Op het oxboard. Als ik nu vanaf hier raak gooi, nu, nog een keer, dan drinken jullie allebei een rauw ei. Kom maar. Ik ben er 3 keer. Wat 3 keer? Nee. Oké, okay, weet je wat? Als je hem in 3 keer raakt, en anders doe je mee. Dat is goed. Je hebt nog 2 kansen. Dat is goed. Hey. Ah! Oh. Ah! Ja. Ik ben wel een stuk rechter dan jullie. Ja, dat wel. Nog 1 keer. Nee, drink mee, maat. Ja, nog 1 keer. Ja, nee. Dat is het viertrein. 1 bonusstroom. Maat, oké. Okay, goed. 1 bonus, 1 bonusstroom. Dan de enkeltijd dus. Nee, typisch, joh. Hij zit vast. Hij zit vast. En nog 1 normale tro en daarna mag je nog 1 keer achterstevoren gooien. Dat is goed. Ja. Waarom? Dit was echt weer wel SG. Oké, maar nog 1 keer achteruit.
Jammer, je drinkt ook een rauwe hui. Weet je, er moet ooit een einde aankomen, anders zijn we over 10 uur nog aan het filmen. Hij is gewoon safe. Hij is gewoon safe. Ik ga er wel van naast zetten, want anders ga ik geen bakken. Waarom doe ik dit, man? Ik had het niet eens hoeven doen. Ja, jij bent de Downie die zoveel zelfvertrouwen heeft. Ja, nou, er komt bijna een baby uit. Die kuiken. Ik ga echt kotsen, man. Ja, maat. Je moet het gewoon doen, even schijt. Doe gewoon je neus dicht. Proost, iedereen. Ja, zijn jullie ready? Ja. Nee, man. Ah! Waarom heb ik dat gedaan? Ik dacht echt dat ik het kon gaan. 3, 2, 1. Ik kan het echt niet. Kom maar, kom maar. Hij is weg. Als ik hem 1 seconde langer in mijn mond had gehouden, had ik gekotst. Ik zweer het echt. Ik had er nog in gebeten. Ah. Ik weet niet of het een beetje te zien was op film, maar je zag mij daar letterlijk echt zo... Besef dat sommige mensen dit elke ochtend doen gewoon. Ja, gewoon voor proteïne. Voor proteïne. Zitten er eiwitten in een ei? Oh mijn god, zijn die dat nou echt? Met... Ik neem aan dat het grapje was. Ja, lekker jongens. Goed gedaan. Mijn is op. Yes. Oké, dat ga ik nooit meer doen. Dat zei je de vorige keer dat ik het deed. Jij hebt het niet gedaan, man. Ik ga het nooit meer proberen. Ik kan echt niet. Het is echt te vies. In ieder geval, ik hoop dat jullie allemaal super hebben genoten van deze video. Zo ja, vergeet dan natuurlijk niet even een duimpje achter omhoog te laten. Abonneer natuurlijk even op dit kanaal als je nieuw bent. En dan zie ik je volgende week zondag weer bij een nieuwe video. Doei!